is nu tijd voor de presentatie van Schiphol. Floor Velten, directeur Asset Management, en Albert van Veen, CIO, gaan ons meenemen in hoe geoinformatie een rol speelt op de luchthaven. Het is een bijzondere week voor Schiphol. Het is namelijk exact 100 jaar geleden dat het eerste vliegtuig is geland. Ook hebben ze nog het predicaat koninklijke gekregen. We gaan dus eerst even kijken naar een filmpje over 100 jaar Schiphol en daarna zullen Floor en Albert het woord nemen. 100 jaar geleden, op 19 september 1916, zijn de boeren in de Haarlemmermeerpolder getuigen van het ontstaan van Schiphol. Het pionierswerk neemt een vlucht als Albert Plesman leiding gaat geven aan de KLM. De burgerluchtvaart is een feit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Schiphol totaal verwoest. Voor het uitbreidingsplan van Schiphol. Maar Jan Dellaert zorgt voor een snelle wederopbouw en Schiphol wordt dé nationale luchthaven. Door de komst van de straalvliegtuigen wordt vliegen ook voor het grote publiek bereikbaar. Er is behoefte aan meer ruimte en Schiphol verhuist in 1967 van oost naar centrum. In de jaren daarna blijft Schiphol groeien en moderniseren. De terminal wordt alsmaar groter en mooier. Er komen meer pieren en betere verbindingen per spoor. En in 1991 gaat de nieuwe verkeerstoren open. Ook in de 21ste eeuw blijven we in beweging. De wereld is ons achterland en onze voortuin. Reizigers, zakenmensen, goederen en ideeën bereiken via Schiphol ons land of gaan vanaf hier op wereldreis. Schiphol is van en voor ons allemaal. Een plek waar je thuis komt. Een plek waar we samen trots op kunnen zijn. Schiphol verbindt. Al 100 jaar. Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben natuurlijk ontzettend trots dat ik hier sta namens Schiphol met een aantal collega's. En we zijn ongelooflijk trots op onze verjaardag en het koninklijke predicaat wat we hebben gekregen. Dus nou ja, eigenlijk wel een hele mooie week om hier te staan. Schiphol kent u waarschijnlijk toch wel allemaal. En het is het is een bijzondere locatie en het is eigenlijk ook wel een bijzonder bedrijf. Het is aan de ene kant gewoon een infrastructureel bedrijf. Maar het heeft ook een heel belangrijke rol in de economie van Nederland. Er zijn honderdduizenden banen aan Schiphol gekoppeld. En er gebeurt iedere dag heel erg veel. Er komen allemaal partijen samen. Het is eigenlijk een soort mini-stadje, zeg ik altijd. Dus ik zat net te twijfelen bij de vraag van, joh, is uw dagelijkse werken, heeft dat verband met een stad? Dacht ik, ja, eigenlijk wel. Ik voel het altijd wel als een heel apart stadje. En bovenal is het denk ik ook een plek waar wat emotie aan gekoppeld is. Want het is de plek waar we allemaal weer thuiskomen als we op reis zijn geweest. En heel veel mensen ook altijd herenigd worden met vrienden en familie. Daar wordt ook altijd mooie tv over gemaakt. Dat maakt het natuurlijk gewoon onwijs bijzonder. Op de locatie Schiphol is geoinformatie de afgelopen jaren voor ons eigenlijk steeds belangrijker geworden. Nou, daar willen we u vandaag graag wat over vertellen. Dat ga ik doen samen met mijn collega Albert van Veen, maar ook nog samen met een aantal andere collega's, want we willen eigenlijk niet alleen wat vertellen, maar ook vooral wat dingen laten zien. Ook een beetje een blik op de toekomst werpen van Schiphol. Maar eerst nog even een paar feiten over Schiphol. Voor zover jullie het niet weten. Maar sommige dingen weten jullie waarschijnlijk niet. Schiphol is een van de grootste hubs en dat heeft met name te maken met het feit dat we Nederland direct verbinden met 322 bestemmingen wereldwijd. Dus dat zijn er vrij veel. Er zijn 500.000 vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol jaarlijks ongeveer en we groeien. Vorig jaar bijna 58 miljoen passagiers en dit jaar gaan we over de 60 miljoen. 1,6 miljoen ton vracht. En eigenlijk heel veel banen. En we werken bij Schiphol Groep maar 2000 mensen. Maar alles, als je kijkt wat de werkgelegenheid is die met Schiphol verbonden is, gaat het over ongeveer 300.000 banen voor de Nederlandse economie. En we kennen gezonde omzet en resultaatcijfers. Dus het is eigenlijk een heel solide bedrijf. Nou, dat zijn even gewoon wat feiten, facts en figures.
En dan zou ik jullie eigenlijk heel kort, we hebben onze strategie in een heel kort filmpje samengevat. Dus we laten jullie even het filmpje zien, dan gaan we er niet al te lang over praten. En daarna zal mijn collega Albert van Veen het overnemen en wat doorgaan op waar we vandaag eigenlijk voor zijn, voor de geo-informatie. De luchtvaart is volop in beweging. We versterken de mainport Schiphol. Een belangrijk knooppunt voor de economie. Een verrijking voor de samenleving. Ook sociaal en cultureel. In heel Nederland en daarbuiten. Onze ambitie? Europe's preferred airport. De beste verbindingen. Schiphol werkt aan haar netwerk. Zowel in de lucht als over land. Voor optimale connectiviteit is capaciteit nodig. Twee grote projecten springen in het oog. Lelystad Airport en de bouw van de nieuwe pier en terminal. Dat creëert ruimte op Schiphol. Een aantrekkelijke luchthaven. Onze luchthaven is de eerste keus van reizigers, ondernemers en airlines. We bieden de hoogste kwaliteit tegen een concurrerende prijs. Schiphol kan niet de grootste zijn, wel de beste. Comfort voor de reiziger en voor de airline. Met digitale begeleiding van de voordeur tot de gate. De beste luchthaven van Europa. Een toplocatie. Schiphol is een toplocatie om zaken te doen, te werken en te verblijven. Internationale bedrijven vestigen zich hier vanwege het verbindingennetwerk en de concurrentiekracht van de regio. Een Airport City 3.0 met wereldwijde allure. Zo verbinden wij het Schiphol van vandaag met dat van 2020 en gaat de Mainport sterker de toekomst in. Ja, nou, mijn naam is Albert van Veen. Dat werd al even verteld door Floor. Ik ben de Chief Information Officer van Schiphol. Ik wil eerst even met jullie delen dat ik het fantastisch vind dat er vandaag zoveel mensen zijn die hier de kaart, de map, centraal hebben staan. En dat er zoveel mensen werken aan het gebruiken van de kaart om hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Ook wil ik inderdaad de Schiphol-collega's, Floor zei het al even, heel erg bedanken voor al het werk wat ze in deze presentatie hebben gestoken. Het is daarmee ook echt een beetje een doorsnede geworden van het werk wat wij bij Schiphol doen met de kaart. Met de map. Daar is heel veel werk en heel veel tijd in gestoken. En wij mogen het hier vertellen en met jullie delen, maar het is echt een teamprestatie geweest. Nou, waarom is die kaart zo belangrijk voor Schiphol? Dat heeft eigenlijk heel veel verschillende redenen. Hier staan een aantal van onze primaire processen die heel belangrijk zijn op Schiphol. En waarbij de kaart, de map, een steeds belangrijkere centrale plaats gaat innemen. Onder natuurlijk commercie. We hebben retail, we hebben winkels, we hebben horeca. Die moeten mensen allemaal kunnen vinden. Die moeten we op de kaart kunnen weergeven. We hebben veel vastgoed. Floor noemde het ook al even. We zijn ook een stad. Dat vastgoed geven we ook op de kaart. Geven we dat weer. We hebben de omgeving waarmee we om moeten gaan. Het geluid. Waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Zodat de omgeving niet te veel last van ons heeft. En als je dan naar boven kijkt, zijn eigenlijk de processen die we vandaag met jullie willen doornemen. Om met jullie te bekijken waar en hoe wij de kaart voor die processen gebruiken. Om Schiphol naar de Europe's Preferred Airport te maken. En dan zie je eigenlijk recht de projectportfolio staan. Storingen en onderhoud op onze assets. En Schiphol is voor mensen die van assets houden echt een geweldig bedrijf, want je hebt daar heel veel assets. Ik kom van een bank. Ik werk hiervoor als Chief Information Officer bij de ING-bank. Daar heb je helemaal niks. Daar heb je bijna geen asset. Schiphol heeft alles. En Floor gaat daar wat meer over vertellen. En dat is echt heel gaaf. En wat je de laatste tijd bij ons ziet, is dat ook voor het passagiersproces, voor die meer dan 60 miljoen passagiers die we dit jaar gaan vervoeren, de kaart, de map, ook steeds belangrijker wordt. En dat is weer een heel apart proces. Dan doen we niet business to business. Maar dan moeten we voor die 60 miljoen passagiers die we proberen te bereiken met onze digitale kanalen, moeten we een hele eenvoudige kaart voor de passagiers weergeven, die ook makkelijk up te loaden is in een telefoon, die niet te groot mag zijn en die je makkelijk kunt gebruiken. En dat laatste proces, dat passagiersproces, dat is ook iets wat jullie allemaal kennen. Floor vroeg het ook al even, of zei het even. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal al wel eens via Schiphol gevlogen.
Dus dat passagiersproces is ook iets wat we met elkaar beleven en wat jullie misschien wel het beste kennen van Schiphol. Dus daar wilden we even mee beginnen in onze presentatie. Nou, dit ben ik met mijn nog twee kinderen. Ik sta hier nu de presentatie samen met Floor te doen, maar dat was niet helemaal zeker. Mijn vrouw staat op het punt van bevallen. En dus ik heb mijn telefoon nog aan. Ik weet niet zeker of ik hem opneem als ze belt, maar ik moet in ieder geval snel er vandoor dan. Want ik kan niet al te lang wachten. Gelukkig zijn er geen files meer. Dus ik kan er in ieder geval snel naartoe. Maar ik heb nu nog twee kinderen, Eden en Eva. En ik heb die hier op de slide neergezet, want wat is er krachtiger dan het passagiersproces te beleven en proberen te verbeteren aan de hand van de kaart, door het zelf te beleven. Ja, je eigen beleving is altijd heel sterk in ook het vinden van verbetermaatregelen. Nou, als je daar even helemaal boven kijkt bij passagiersprocessen, staat ook de beste digitale luchthaven. Wij willen in 2018 als Schiphol de beste digitale luchthaven zijn. Nou, dan zullen jullie zeggen, wat heb je daar dan aan die beste digitale luchthaven? Dat is eigenlijk het tweede stuk van onze strategie. Wij willen de beste digitale luchthaven zijn met open data en leading technology for a seamless passenger journey. Ja, dus om heel makkelijk die passagier te laten reizen en een slim gebruik van assets. Dus het is leading technology, open data for a seamless passenger journey en een smart gebruik van assets. Nou, we zeiden al, we moeten dingen delen, werd er gezegd in het proces. Dus het gaat niet zozeer meteen om onze kennis naar jullie te vertellen. We willen ook graag van jullie dingen horen. Nou, jullie zijn bijna allemaal passagieren geweest. Dus ik wil eigenlijk even snel een poll met jullie gaan doen. En de vraag is dan van op een schaal van 1 tot 10. Hoe goed zijn wij daar al in? Hoe goed vinden jullie Schiphol als best digital airport met een seamless passenger journey en een smart gebruik van assets? En dus ik wil eigenlijk even gaan tellen. Dus ik wil eigenlijk even iedereen vragen te gaan staan. Ik weet, jullie zitten nog niet zo lang, maar ga toch even staan. We hebben ook een lang verhaal vandaag van een uur, dus als je even mag staan. Ja, mensen achterin, die staan al, dus die kan ik niet te vragen. En iedereen die kan staan, graag even staan. En dan begin ik bij een 5. Lager dan een 5 wil ik gewoon niet gescoord worden, dus ik begin bij een 5. En als je denkt van, ik ga naar een 6, je denkt, nee, ik vind het lager dan een 6, dan ga je zitten. En degene die als eerste gaat zitten, die vraag ik natuurlijk naar voren, dus pas... En degene die als laatste gaat zitten, vraag ik ook daarvoor. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik ben heel benieuwd. Dus ik begin bij een 5. Mensen van Schiphol mogen niet gaan zitten. Nee, check. Een 6. Zo, wat. Dat is wel goed. Zijn jullie allemaal heel beleefd? Of een 7? Ja, nu wel gaan zitten, jongens. Anders hoeven we niks meer te doen. Dat kan niet. Er moeten wel wat mensen nu... Een 8. Ja, kijk. Nu gaat het hard. Een 9. Is iemand die een 9 nog durft... Een 9. En nu ben ik de enige die nog staat, hè? Nou, dat is eigenlijk best wel goed. Dat is eigenlijk best wel een goede score. En wat wij hebben gezegd als Schiphol en met onze IT-capabilities, zijn we eigenlijk eens naar dat primaire proces gaan kijken. En we hebben 100 jaar Schiphol, we hebben 100 jaar ook natuurlijk roadmaps. Want we willen beter worden, het passagiersproces moet beter, moet eenvoudiger. Passagier staat centraal, de airline staat centraal. Moet allemaal beter kunnen. En toch... Eigenlijk, als we nou heel eerlijk met elkaar zijn en we kijken naar het passagiersproces in deze tijd met alle ontwikkelingen in de wayfinding, het werd net al even bij de inleiding verteld dat hier vandaag ook gebeurt. Maar er zijn natuurlijk zoveel digitale ontwikkelingen als ik op mijn vakgebied krijg als Chief Information Officer. Je kan biometrische betalen, je kan biometrische je autoverzekering afsluiten, je kan registreren met je smartphone en je paspoorten uitlezen. En als ik dan met mijn familie ga reizen en ik kom eigenlijk op Schiphol aan, en Schiphol is daar absoluut niet uniek in, want dat geldt voor alle luchthavens. Ja, dan is het eigenlijk gewoon nog een heel papieren proces met heel veel checks en met heel veel controles en zoeken. Als je op Schiphol rondloopt, iedereen loopt te zoeken, behalve de mensen die op Schiphol werken, want die kennen de omgeving. Dus voor hun is het makkelijk om de gate te vinden of het product wat ze willen kopen, service die ze willen gebruiken. Maar andere mensen zijn eigenlijk altijd aan het zoeken. En als je dan naar ons primaire proces kijkt, nou, ik heb het hier even, ik reis met mijn familie. Je ziet daar ook mijn zoontje, dat is Ede, die is nu 3 jaar. En ja, die begint er al een beetje te huilen. En het is ook altijd zo, als je gaat reizen, dan gaan die kinderen altijd huilen. Er wordt altijd een beetje drama, zit je in het vliegtuig, lange vlucht. Een buurvrouw die ook al geen zin heeft, die een beetje chagrijnig begint te kijken. Van, ik zit naast diegene met de kinderen en dan beginnen ze ook te huilen. Het is altijd stress, reizen is altijd stress. En als je met kinderen reist, is het nog veel meer, stress. En je ziet ook op die foto, ja, 1 kindje in je hand, anders loopt hij de verkeerde kant op. Ik heb bagage bij me, in dit geval zowel handbagage als bagage die in het ruimen moet. En daar begint mijn journey.
He, en dan ga ik toch apart met twee gewoon traditionele papieren, een boardingpas. Kan tegenwoordig soms wel de telefoon natuurlijk, en niet altijd. En meestal wel, maar ja, dan moet je wel je telefoon uit je zak halen. En een paspoort, ook nog gewoon een good old papieren document. Waar overigens wel een chip in zit, een near-field communication chip. Die je ook met je, bijvoorbeeld je telefoon zou kunnen, he, met je, als je een Samsung telefoon hebt, kun je gewoon de app, de near-field communication paspoort reader, die kun je downloaden. Gratis app, en dan kun je gewoon je paspoort uitlezen. Dan krijg je gewoon alle digitale informatie die ook de marchandise krijgt te zien. Maar ja, dat gebruiken wij nog helemaal niet, want wij zitten nog gewoon met het papieren document, de paspoort, gaan we op pad. En dan kom je aan bij de luchthaven. Nou, in dit geval met een baby of een jong kind. Dan moet je soms ook nog dit check-in doen. Moet je weer je paspoort laten zien. Krijg je een boardingkaart, krijg je dan mee. Vervolgens ga je naar de bagage. Nou, bagage weer neerzetten. Kinderen even op de grond, want je moet er weer bij. Je moet je documenten weer pakken. Die kinderen die gaan lopen. Ik heb zelfs wel gehoord dat er een van die kindjes in de bagagemachine kwam te zitten. Dus misschien over smart boarding is dat wel de toekomst. Maar ja, allemaal stress en moeilijk. Hè? Allemaal lastig documenten die nog steeds nodig zijn. Terwijl ja, we leven in de digitale wereld. 100 jaar Schiphol, 100 jaar roadmaps om ons proces te verbeteren. Nou, ben je eindelijk bij die bagage voorbij, moet je naar de boardingpas scan. Die zit voor de security. Hartstikke handig voor Schiphol. Hebben wij meer informatie. Maar die passagier moet weer een keer zijn boardingpas gaan zoeken. Die net heeft weggestopt. Die kinderen die weer aan de loop gaan. Nou, heb je dat gehad, krijg je de stress van security. Is ook altijd anders dan je denkt. Is bij elke luchthaven vaak weer anders. Moet je je schoenen uit? Moet je je riem uit? Wat moet er uit je koffer? Laptop wel, laptop niet. Weer een stressvol moment. Daarna, nog een keer, komt hij weer voorbij. Die paspoorten die je dan moet laten zien bij de grenscontrole. Dat doen we wel meer geautomatiseerd. Maar nog steeds een aparte check die je apart moet laten zien. Nou, ik heb naast twee lieve kindjes een Engelse vrouw. Dus dat is altijd winkelen. Als je op Schiphol bent, moet je ook altijd wat eerder om te winkelen. Ga je weer. Weer overal je boarding, nou, naast je creditcard, overal je boardingpas laten zien. Die je net hebt weggestopt, die je weer moet zien te vinden. Nou, kom je uiteindelijk bij de boarding, kom je aan en ja, je raadt het al, weer de boardingpas erbij. Uiteindelijk, als je dan in het vliegtuig stapt, dan vragen ze altijd ook nog een keer je boardingpas. Nou, ik was eigenlijk hartstikke blij met de score die jullie ons gaven over innovatieve luchthaven. En er is natuurlijk geen enkele andere luchthaven die dit beter doet dan ons, gelukkig. En daarom accepteren we het ook allemaal. Maar eigenlijk is dit gewoon vanuit digital gedacht, is dat heel slecht. He, dat kan veel beter, dit kan veel efficiënter. Als we al die gegevens als biometrie al gebruiken om te betalen, waarom kan dat hier dan niet beter? Nou, daarom hebben wij eigenlijk gezegd van, als wij ons proces, ons passenger journey, als pioniers die wij als Schiphol willen zijn, dat zat ook in het filmpje, als we dat ook de volgende 100 jaar willen gaan doen, dan zijn nu de eerste stappen eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Dat is één, die biometrie. En twee is eigenlijk de passagier met behulp van de kaart, en daar komt de kaart weer voorbij, steeds meer centraal te zetten en steeds beter te gaan gebruiken. En we hebben daar ook een hele mooie demo van, die gaat Martijn zo geven, die we met de app, hoe we dat met de app, met de Schiphol-app gaan doen. En wat je daar een beetje bij moet voorstellen, is dat die Schiphol-app, dat wordt steeds meer je airport assistant. Hè, dus als jij een vraag hebt en je zegt van, nou weet je, ik reis naar Praag en ik wil nog een appeltaart en een deodorant kopen, kan dat? Weet je, heb ik daar voldoende tijd voor? En hoe moet ik lopen? Want de gate vinden lukt nog wel. Hè, maar die appeltaart en die deodorant, waar zitten die? En ja, het is een moeilijke luchthaven. Nou, daar willen we met de Schiphol-app, of de Schiphol-API, en daar kom ik later op terug. En de kaart willen we daar jullie en alle passagiers veel beter bij gaan helpen. En dan wil ik nu het woord geven aan mijn collega Martijn. Oh, we hebben nog een filmpje, is Martijn, of niet? Oké, okay, dan komt eerst nog een kort filmpje.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Martijn van Kempen en mij is gevraagd om de Schiphol-app aan u te demonstreren. En het is een draadloos device, dat kunt u zien. Maar omwille van de techniek hebben we er toch maar voor gekozen om er een touwtje aan te hangen. Dat is voor mij best spannend, want het is op mijn telefoon. Op mijn telefoon. Dus ik hoop dat mijn collega niet gaan bellen of andere dingen gaan sturen, anders krijgt het woordje bronvermelding een hele nieuwe dimensie. Als je denkt aan de Schiphol-app, dan ga je uiteraard in mijn geval naar de App Store. En dan als je het woordje Schiphol intikt, dan komen er meerdere dingen naar voren. Maar in mijn geval gaat het om de bovenste. Ik kijk af en toe achterom om te zien of u nog steeds aangesloten bent. Als ik de Schiphol-app open, is dit het startscherm. Kunnen hier allemaal mooie dingen zien. Maar ik ga zo direct iets vertellen over indoor wayfinding. Indoor wayfinding binnen een gebouw, dat hoef ik u niet uit te leggen, dat is best een uitdaging. En initieel zijn we begonnen om dat te proberen met ons wifi-netwerk, wat we in de terminal hebben. Was echter niet nauwkeurig genoeg om een goede plaatsbepaling te geven. Dus om die reden hebben we ervoor gekozen om nog vorig jaar aanvullend 2000 Bluetooth-nodes overal in het passagiersgebied te hangen. Dit allemaal ten einde de plaatsbepaling wat nauwkeuriger te maken. Nou, als bezoeker van Schiphol, zou ik eigenlijk willen zeggen, ben ik op zoek, kom binnen en ik kom iemand ophalen. Ik heb eigenlijk een beetje honger. Ik ben op zoek naar een Burger King. Burger King. Hoppa. Dat is de Burger King. En om te laten zien dat dit echt een dynamisch gebeuren is, kan ik ook uitzoomen. Deze kaart komt uit ons SGIS-systeem, Schiphol Geografisch Informatiesysteem. Voor ons de bron van alle data, eigenlijk waar het in onze presentaties om gaat, de enige waarheid is. Hier is die Burger King. Ik kan inzoomen, ik kan naar verschillende verdiepingen, maar daar zal ik u zo direct iets over laten zien. Dan ga ik even naar mijn speakbriefje, want ik ben op zoek naar een vlucht. Ik ga nu even een andere pet opzetten. Nu ben ik een passagier die met alle stress in zijn lijf op zoek is naar KL1355. Dat heb ik even van tevoren opgezocht, anders dan heb ik een kist die al lang vertrokken is. En ik ga naar Praag. Dit is het scherm wat ik krijg op het moment dat ik de vlucht intik. En stel dat ik iets meer wil weten over mijn vlucht, dan tik ik, ja, dat kan ik hier wel laten zien, maar op het bovenste vakje. En dan krijg ik meer dingen te zien. Bijvoorbeeld, wat is nou eigenlijk het weer op mijn bestemming? Kan ik hierin terugvinden. Of, ik wil iets weten over de airline. Deze. Maar, we zitten hier voor de kaart. De kaart waar ik hier op klik, die opent, het wordt geladen. En rechts onderin, ja ook voor u rechts onderin, staat een knopje zoek en volg mijn locatie. Nou, ik ga hier zo direct op drukken en dan kunt u zien dat dat ding snapt dat ik niet op Schiphol zit. Can't be fooled. Maar ik heb gezegd, ik wil naar die gate straks. Dus eerst mijn vlucht. Dan de kaart. En hij laat me zien waar ik naartoe moet straks. En dat doet hij vanaf het punt dat ik mijn security screening heb gehad. Op het scherm ziet u twee kleuren rood. Wat feller rood en daarna wat lichter rood. Dat feller rood betekent ik zit nu op deze verdieping en u moet deze route volgen. En dat lichtere rood betekent, ja, vanaf boven gezien wel deze richting. Maar u moet wel even een verdieping naar boven naar beneden. Nou, en voor die verdiepingswisselaar, links onderin, staat het woordje verander verdieping. Ik zit nu op verdieping 1, bij vertrek en gates. Ik moet een niveautje naar beneden toe straks. Nee, toch niet naar beneden, ik moet toch naar boven, ik moet naar de tweede verdieping toe. En op die manier, roltrap naar boven en ik moet naar D82. Nou, deze kaart wordt ook periodiek bijgewerkt. Stukje naar het routenetwerk, want het is allemaal leuk zo'n kaart, maar de intelligentie erachter, ja, en een
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Dit is het routenetwerk wat we hebben ingetekend om ervoor te zorgen dat we de routes die het apparaat aangeeft ook de juiste zijn. En in toekomstige versies gaan we daar nog wat andere leuke dingen mee doen. Maar ik wil niet het gras voor de voeten van mijn collega weghalen. Dat gezegd hebbende, wil ik graag het woord aan Floor geven. Ja, naast dat we het passagiersproces digitaal natuurlijk zo goed mogelijk proberen te begeleiden, ben ik van Asset Management. Doen we dat ook gewoon met heel veel infrastructuur, gebouwen. De terminal kent u allemaal. Het is ook gewoon kabels, leidingen, infrastructuur. Het belangrijkste is om een goed passagiersproces te hebben, is naast de digitale begeleiding, is ook dat al die assets in optimale conditie zijn. En dat vraagt natuurlijk dat we die goed onderhouden. En zodra er storingen zijn, dat we die zo snel mogelijk verhelpen. Nou, dat is vrij eenvoudig gezegd, maar de kaart speelt daarin voor ons een hele belangrijke rol. Maar eerst iets over wat zijn dan die, waar moet je aan denken als je het over assets hebt bij Schiphol? Ik moet even iets harder drukken, denk ik. Ja. Waar hebben we het over? Het terrein, dat is denk ik een van de weinige dingen die redelijk vaststaat bij ons. Het is 2787 hectare. De asset base ongeveer 6,5 miljard vervangingswaarde. We besteden jaarlijks ongeveer 50 miljoen aan technisch onderhoud en 30 miljoen aan schoonmaakonderhoud op Schiphol. Dat is buiten de commerciële gebouwen. Dat is echt het luchthavengebied. En we investeren de komende jaren, en dat is de komende jaren wat meer dan de afgelopen tijd, ongeveer 600 miljoen per jaar in de groei en in de infrastructuur van Schiphol. Dat doen we met 12 maincontractors en 5 schoonmaakbedrijven. En natuurlijk zijn er ook een heleboel dingen die we aanbesteden op de markt. Maar een heel groot deel werken wij met vaste partijen. En het zijn in totaal denk ik ongeveer 50.000 assets, waarvan er bijvoorbeeld 6 start- en landingsbanen in zitten. En voor de rest heel veel verschillende dingen. Ik denk dat het belangrijkste is. Het is heel divers. Je hebt bij Schiphol te maken met zowel de bebouwde omgeving als kabels en leidingen het hele wegenstelsel. En start- en landingsbanen zijn wel een speciaal soort weg. Dus daar komen dan nog wat specifieke dingen die je nergens anders, of althans op een paar andere luchthavens in Nederland ook nog vindt. Maar die misschien niet voor iedereen even bekend zijn. Daarbij is de kaart is echt heel belangrijk om te zorgen dat we één, goed weten waar alle assets zijn. Dus, en daar verandert nogal wat in. We hebben denk ik ongeveer 600 tot 800 projecten per jaar. Er wordt continu verbouwd. Daar kom ik straks ook nog even op terug. Dus we willen continu, en dat lukt ons niet helemaal, maar we willen continu eigenlijk alles goed op de kaart hebben. Zodat ook monteurs heel snel bij een storing kunnen zijn en dingen kunnen oplossen. En we eigenlijk alles zo snel mogelijk weer up and running hebben. Als het goed is merken jullie er helemaal niks van die verstoringen. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel op een dag op zo'n luchthaven. Maar we gebruiken de kaart ook bij het maken van onze onderhoudsplannen, bij inspecties, bij het kijken hoe kijken we naar de status van de assets. En eigenlijk ook hiervan zeiden we van ja, weet je, soms zeggen beelden meer dan al het gepraat erover. Dus we willen vooral jullie gewoon een paar dingen laten zien die we nu doen en waar we aan werken bij het hele asset management proces. En dan vooral het onderhoud en het storingsopvolgingsdeel. En daarvoor wil ik Nico vragen om ons door de demonstratie heen te leiden. Oké. Daar ben je. Dank je, Floor. Zoals Floor heeft aangegeven, beheren we op Schiphol heel veel assets. En al die assets, locatie en samenhang proberen wij in ons GIS inzichtelijk te maken. En ik wil u eigenlijk nu even doornemen met een aantal voorbeelden. Dit is ongeveer het terrein wat Schiphol in zich houdt. En daar willen we eigenlijk alle assets die zich bevinden in de gaten houden. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld deze kaart. U ziet hier de grove contouren. De groene delen zijn waar de vliegtuigen mogen rijden. En de oranje is waar ze worden opgesteld. Op zich een vrij eenvoudige kaart, maar we gaan verder binnen Schiphol.
En we houden dus niet alleen de grote vlakken bij, maar we houden ook de kleinste details bij in het GIS. En dit is een voorbeeld van een vliegveldlichtinstallatie. Een vliegveldlichtinstallatie die begint en gevoed wordt in het gebouw. En zich daarna over de hele landingsterrein gaat uitwaaieren. En dit gaat zover dat we hier zelfs alle lampjes hebben ingetekend en alle leidingen weten en alle putten en noem alles maar op. Maar niet alleen dat, maar we weten ook zelfs welke borden er dan precies allemaal staan en hoe ze worden gevoed. Dit zijn twee voorbeelden van wat we buiten hebben. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel installaties binnen. Dit is een voorbeeld van de binnenkaart. Het is echt een kaart zoals u ziet, want ik kan erin scrollen. U ziet een onderlegger waarbij we eigenlijk de ruimtes op een heel gedetailleerde manier vastleggen. Zodanig dat het ook geschikt is voor andere doeleinden, namelijk verhuringen. En daaroverheen hebben we dan de laag, in dit geval met de luchtbehandelingsinstallatie, waarbij het verschillende kleuren aan en afvoer weergeven. En we zijn dus in staat om te zien waar eventueel bij de storing de bron vandaan is. En we kunnen ook verzorgingsgebieden bepalen. Twee of drie eigenlijk voorbeelden van informatie die we eigenlijk 2D allemaal hebben vastgelegd. Maar de wereld om ons heen die is aan het veranderen. En dat betekent dat we niet 2D, maar eigenlijk 3D willen. En we hebben nagedacht hoe we die 2 tot 3D er nu goed in kunnen krijgen. En wat u ziet is een voorbeeld van een vertrek RIA, waarbij we het BIM-bestand, in ons geval dan IFC, hebben geconverteerd naar SGIS. En vervolgens hebben laten zien in een 3D-formaat. En u ziet dat ook daar weer details volop aanwezig zijn. En u een behoorlijk goede impressie krijgt van hoe het daaruit ziet. Hier ziet u bijvoorbeeld de impressie voor de nieuwe security lanes. En we gaan redelijk diep, want als ik hier klik, dan ziet u dat we zelfs alle tafeltjes en dergelijke in de juiste vorm hebben ingetekend. Die ontwikkeling zijn we nu aan het doormaken en we proberen ook vanuit 2D naar 3D trouwens die conversie te doen, zodanig dat alles wat we 2D hebben getekend nu ook 3D natuurlijk weer beschikbaar is. En het grappige bij dit traject was trouwens ook dat we 2D en 3D over elkaar hebben gelegd en toen bleek de data gelukkig toch redelijk 1-op-1 te zijn. Dus we hebben een goede basis. Een andere transitie die we aan het doormaken zijn, is de transitie naar dynamische data. Dynamische data in de vorm van bewegende dingen, daar heb ik dan op dit moment geen voorbeeld van. Maar ook dynamisch in de zin van de status van installaties. En dit is een voorbeeld daarvan, dit is een dashboard, waarin we weergeven hoe de status op dit moment is van alle rolpalen, liften, hellingbanen en dergelijke. U ziet hier linksboven dat het echt actueel is, het wordt echt bijgewerkt. En eens in zoveel tijd komt er echt een bericht binnen. En blijkt dat er 2 rolpaden op dit moment in storing staan, gelukkig de rest niet. Waarbij zeg maar de bedrijfsvoering meteen kan zien, oké, 2 is niet erg, het passagiersproces komt niet in gevaar. Deze Common Operation Picture, zoals je hem zou kunnen noemen, is handig voor de bedrijfsvoering die natuurlijk op kantoor zit. Maar het is natuurlijk ook interessant om deze informatie vervolgens mobiel ter beschikking te stellen. In dit geval ziet u een assetbeheerder die bij een rolpad staat. Die kan op zijn telefoon gewoon zien wat de status is, dezelfde informatie opvragen. En niet alleen interne Schiphol-medewerkers, maar bijvoorbeeld de firma Koonen, die al dit onderhoud doet, heeft al zijn monteurs uitgerust met de mobiele variant. Waardoor ook zij over dezelfde informatie beschikken als iedereen die elders ernaar kijkt. Dan hebben we nog een laatste vorm van dynamische informatie. Dynamische informatie in de vorm van inventarisaties. Er worden best wel heel veel inventarisaties gedaan. En dit is een voorbeeld dat in het kader van veiligheid de technische ruimtes worden geïnspecteerd. Of projecten daar geen rommel achterlaten. Want dan kunnen eventueel onveilige situaties optreden. U ziet dat dat mobiel kan met een fotootje erbij en dergelijke. En dat betekent dat de monteur precies weet wat hij gedaan heeft. Want hij krijgt een soort programma mee. Maar het mooie is natuurlijk ook wel dat als je dan vervolgens een dashboard aanknoopt. Dat we in de back-office vervolgens weer kunnen zien, ja, maar wat betekent dit nu? Waar zijn ze geweest? Waar moeten ze nog heen? Wat hebben ze eigenlijk allemaal aangetroffen? En waar moeten we dan nog allerlei schoonmaakacties gaan coördineren? Om uiteindelijk al die technische ruimtes leeg te krijgen. En u ziet hier links onderin dat we dat ook kunnen aggregeren. En op die wijze kunnen sturen. Hiermee heb ik u een aantal voorbeelden gegeven. Ik wou het woord weer teruggeven aan Floor. Uh,
Ja, jullie begrijpen dat ik dit echt nooit zo kan vertellen als dat je het ziet, wat we dan in praktijk eigenlijk echt doen. En waar ik ook nog iets over wil vertellen is het derde stuk wat we hadden, wat passagiersproces, storingen en onderhoud en de projectenportfolio. En eigenlijk daarmee wat asset management gaat natuurlijk van begin tot einde van de levenscyclus. En voor ons is die projecten, dat is nogal een ding. We hebben wel ook wel de slogan Schiphol verbouwd, verbindt, vernieuwd, die we gebruiken. We vernieuwen heel veel. Er staan op deze sheet een paar in het oog springende projecten. Zo zijn we bezig met, zijn we aan het voorbereiden de bouw van een nieuwe pier en terminal. Die komen aan de zuidzijde. Dus eigenlijk waar je nu vertrekhal 1 hebt, ga je de andere kant hoek om en daar komt een nieuwe pier en terminal. We hebben de afgelopen jaren de security gecentraliseerd. We hebben de pieren overlaagd. We gaan nu de pieren nog verder verbeteren. Dat zijn een aantal grote. En we zijn ook heel druk bezig met het stationsgebied. Samen met de NS en ProRail is er op dit moment de verkenning bezig, omdat Schiphol zo hard groeit dat ook het station echt wel groei moet kunnen accommoderen. Dat is niet alleen trouwens groei vanuit de lucht, komt ook gewoon omdat het als overstappunt wordt gebruikt, ook wat wij dan noemen landzijdig. Er zijn mensen die helemaal niet gaan vliegen, die gewoon via het station Schiphol reizen richting hun werk. Dus dat station groeit ook heel hard. Nou, dit zijn een paar grote. In werkelijkheid zijn het eigenlijk iedere keer honderden projecten die per jaar plaatsvinden, van heel groot tot heel klein, maar wel vaak in hetzelfde gebied. Of op een bepaalde locatie. Maar ook nog onderhoud moet worden uitgevoerd. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste, wat gewoon operationeel gebied is en waar de passagier doorheen reist en wat vol in operatie blijft. En daarom gebruiken wij ook de kaart om echt goed te kijken naar onze projectenportfolio. En hoe we dat plannen. Nou, ook daar willen we even kort wat van laten zien. En dat doet mijn collega Marleen. Goedemorgen. Projectportfolio, wat is dat voor Schipholgroep? Voor ons is dat het vaststellen van een tactisch plan, van een investeringsplan en het daarna besturen. Dat investeringsplan dat stellen wij 1 keer per jaar vast om het dan voor een planperiode van 5 jaar te bezien. Wat u hier ziet op de kaart is dat investeringsplan op de kaart gezet, alle projecten op kaart gezet en in tijd uitgezet. Dus met een tijdbalk daaronder ziet u eigenlijk als het ware een buienradar van projecten in de tijd. Dit roze vlak is slechts één van de vele projecten die we intekenen. We zijn van plan om alle 1200 projecten die we binnen Schipholgroep in ons portfolio hebben te tekenen op de kaart. Wat we zien is dat er met vrij weinig gegevens eigenlijk al een investeringsproject te tekenen is. Waarbij de unieke code het projectnummer is. En dat geeft ons de mogelijkheid om naar andere bronsystemen te linken. Wanneer we dat doen, dan ziet u bijvoorbeeld deze plaat. En dat is de status van ieder project in dat investeringsprogramma. Nou, door de bronsystemen te koppelen aan die extra andere bronsystemen verrijken we eigenlijk de informatie per project. En kunnen we onder andere inzichten krijgen zoals knelpunten. Zoals u dat hier op de kaart ziet, de rode vlakken. Daar raken projecten elkaar in scope, in tijd of in euro's. Het geeft ons de mogelijkheid om scenario's te maken en binnen onze haalbaarheidstoetsen keuzes voor te leggen aan directie en er zo voor te zorgen dat dat haalbaarheid, het uitvoeren, het planstabiel uitvoeren van ons investeringsprogramma zo goed mogelijk wordt gedaan. Nou, we zijn heel erg blij dat het programma zo toegankelijk is. Daarmee vinden we nog heel veel andere stakeholders binnen onze organisatie die bereid zijn om hun projecten mee te gaan tekenen. Waarbij we onze haalbaarheidstoets steeds vollediger maken. Planstabiliteit kunnen genereren en daarmee ook de overlast op de operatie zo klein mogelijk houden, waarbij we dan ook hopen dat we u als reiziger zo min mogelijk overlast geven. Dit is ons portfolio.
dankjewel Marleen. Nou ja, we hebben wat verteld over een aantal dingen die we nu doen en wat dingen proberen te laten zien om jullie een beeld te geven. Nou ja, waar wij natuurlijk ook naar kijken, wat is er nou voor nodig om er succesvol in te zijn? En wat wij eigenlijk in de praktijk, die we tot nu toe hebben opgedaan, en ik denk dat we nog een hele weg te gaan hebben, zijn daar vier elementen die wij iedere keer achterkomen, die zijn echt heel erg van belang. Dat is datakwaliteit, de architectuur, de samenwerking en eigenlijk het zorgen dat je organisatie op orde hebt. En voor nu wil ik eigenlijk maar twee onderwerpen uitpakken. En dat zijn eigenlijk ook wel de meest ingewikkelde in onze ervaring. Dat is namelijk datakwaliteit en samenwerking. Om over met datakwaliteit te beginnen. Ja, jullie hebben denk ik allemaal, het is denk niet alleen bij ons een onderwerp, maar als een luchthaven 100 jaar zich over 100 jaar heeft ontwikkeld. Met name Schiphol Centrum is van de jaren 60, 70. En je hebt er honderden projecten, en dat is in deze periode echt heel veel, maar het is eigenlijk altijd over de tijd wel zo geweest dat Schiphol continu in beweging was. Dan kun je misschien wel begrijpen dat het een heel boeiend, maar ook soms echt heel taai onderwerp is om je data op orde te krijgen en te houden. Want als het vandaag op orde is, is het dat morgen al niet meer. We werken er heel hard aan, al jaren. Investeren daar ook heel veel in. En wat we hebben gedaan is dat we met name zorgen dat we gewoon onze governance op het gebied van datamanagement op orde hebben. Dus we spreken één taal. We hebben een heel eenduidige set van afspraken gemaakt. Hoe we ons met onze data omgaan. Hoe we ze vanuit de projecten overnemen in beheer. Wie er aan de data mag sleutelen. Hoe ze ontsloten worden. En wat ieders rol daarin is. En waar we nu ook heel erg mee bezig zijn, dat is eigenlijk de volgende stap, nu we die duidelijke taal hebben en die afspraken, is om onze datakwaliteit te verhogen. Want Nico zei volgens mij net van, we legden die twee op elkaar, het was eigenlijk best goed. Nou, ik moet ook zeggen, er zit ook echt nog wel heel veel, zit echt heel veel werk in. Dat is ook monnikenwerk. Maar er is natuurlijk ook wel heel veel intelligentie die je tegenwoordig kan gebruiken en die je kan helpen om sneller die datakwaliteit op orde te brengen. We voorzien zelf wel dat we echt ook nog wel 2-3 jaar nodig hebben om echt op een heel, heel goed basisniveau te komen. Dus daar zitten we volop in. En we proberen daar ook steeds meer dat niet meer alleen maar zelf te doen en allemaal zelf in te tekenen en zelf doen, maar ook al onze partners daarin te gebruiken en met name ook de main contractors. Maar ook data die we vanuit andere bronnen kunnen krijgen. Dus daarin wordt samenwerking, het andere element, ook steeds belangrijker. En samenwerking is voor ons, Schiphol is echt een regiebedrijf. Dat zit een beetje in dat stadse. Er zijn allerlei, je ziet ook eigenlijk nooit mensen van Schiphol als je op Schiphol bent. De airlines handelen daar hun proces af. Je hebt concessionarissen, de main contractors. Dus er zijn, en er zijn ook heel veel partijen die onze data gebruiken. Dat zijn niet alleen de passagiers. Dat wordt ook door allerlei operationele partijen gebruikt. En daar moet je heel goed in samenwerken. Dus we hebben hier een aantal voorbeelden genoemd. Maar ik denk dat voor ons is echt wel de kunst om het maximale uit die samenwerking te halen. En waar we vooral nu mee bezig zijn, is om te zorgen dat we met die main contractors heel goed en zo slim mogelijk al die data van die assets op orde brengen. Naar de toekomst ons steeds bewuster van zijn. Ik zeg dat vooral tegen mijn afdeling, want wij zijn altijd verantwoordelijk geweest als asset management voor het ESGIS, ons geografisch informatiesysteem. En je zag dat het eerst gewoon werd gezien als een tool die door de beheerders werd gebruikt om hun assets te beheren. En wat je nu ziet, dat is dat het een volstrekt andere rol heeft gekregen. En dat het ook in de toekomst nog heel veel potentie in zich heeft, maar ook een steeds grotere verantwoordelijkheid wordt. Dus wij willen onze locatiedata natuurlijk ook echt gebruiken om nieuwe diensten en producten op te ontwikkelen. En ook anderen in de gelegenheid stellen om daar nieuwe diensten en producten op te ontwikkelen. En dat brengt ons eigenlijk om nog eens wat te gaan vertellen over hoe zien we dan die toekomst. Wat zien we nog allemaal als mogelijkheden? En daarvoor geef ik u even het woord aan mijn digitale vriend, want ik ben van de stenen. Maar Albert is onze, die kijkt natuurlijk nog wat meer in de toekomst, want de toekomst zit toch in de slimheid.
en niet in de stenen. Dus ik geef even het woord over aan Albert nog. Ja, dankjewel. En nou, ik denk dat je mij te veel eer doet. En je wordt zelf ook helemaal digitaal. En heel veel van de digitale ideeën die komen inmiddels gelukkig van asset management. Dus, maar goed, deze onderwerpen zijn ook weer relevant voor IT. Dus daarom zal ik hem doen. Ik ben er nog steeds. Ik heb nog geen call gehad. Mevrouw is nog niet bevallen. Dus ik mag gelukkig het tweede stuk van deze presentatie doen. Ja, even naar de toekomst kijken. We zijn eigenlijk nu al bij het laatste stuk van onze presentatie beland. En nou, toekomst kijken, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Zeker als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen nu gaan. De ontwikkelingen op de airport, maar met name de ontwikkelingen om ons heen. En die wij kunnen gebruiken om de airport te verbeteren. Nou ja, wij willen in 2018 de beste digital airport van de wereld zijn. Maar dat is natuurlijk nog maar het begin. Dat gaat daarna natuurlijk gewoon door. En we willen eigenlijk een tussensprint maken om in 2018... Nou, de achterstand die we misschien op technologiegebied wel hebben, helemaal achter ons te laten en voor te gaan lopen op andere airports. Oh, dat is een hele goeie. Die was ik al even kwijt. Nou, dat is dus natuurlijk hartstikke gaaf om vooruit te kijken, wat kan die technologie voor ons gaan doen? En ik haal er even twee uit, en we hadden er wel andere eruit kunnen halen, maar dit zijn denk ik twee hele leuke, ook door Floor al even genoemd, het data management. En tegelijkertijd, die ik het eerste met jullie wil bekijken, is de Internet of Things. En dat is eigenlijk best een mooie, ook filosofische overweging. Dingen krijgen een stem. Dingen worden slim. Dingen die gaan via natuurlijk algoritmes en protocollen, hoe ze mogen handelen, gaan zelf besluiten kunnen nemen. En nou, dat wordt hartstikke interessant op Schiphol. En Floor liet al zien hoeveel assets wij op Schiphol hebben. Nou, moet je nou eens voor gaan stellen dat al die dingen, of het nou een lifthuis is, een roltrap, een rollen pad, die het net even niet deed helaas. Maar ook de karren voor passagiers die niet zelf kunnen lopen, de vliegtuigen, de FOP, dat is een vertrekopstelplaats, die je hier achter mij ziet staan. Als die allemaal een eigen stem krijgen en allemaal met elkaar kunnen gaan praten en allemaal slim worden, wat voor fantastische wereld dat kan gaan worden. En dit is het voorbeeld van Smart FOP, dat is de asset management zelf als digitale ontwikkelingen bedacht en naar voren gebracht. En die doorstroomtijd van het vliegtuig, dat kan je een beetje vergelijken met Max Verstappen. Een soort pitstop. En die moet zo snel mogelijk gebeuren. En dat is super belangrijk, want die assets zijn hartstikke duur. Die wil je heel efficiënt gebruiken. Dus hoe sneller je zo'n vliegtuig door kan laten pakken en weer opnieuw kan gaan laten starten. En natuurlijk wel met de passagiers erin. Hoe beter dat is. Hè? Dus als we dat proces kunnen versnellen en de digitale ontwikkelingen kunnen gebruiken om dat te doen. Hoe mooier dat is en ja, wat de toekomst ons daar gaat brengen. Floor en ik waren laatst in Londen en hebben ook iets verteld over de kaart en over de best digital airport. Maar daar had men het al over tassen die ook slim worden. Bagage die slim wordt, die zelf kan gaan praten. Nou, je kan je voorstellen, ik reis naar Londen en ik ben mijn tas komt niet aan. Die is gemist, gebeurt gelukkig niet zo vaak bij Schiphol. Maar nou, kan wel een keer gebeuren, dat zo'n tas dan zelf kan gaan praten. Hè, en zelf eigenlijk met een vliegtuig kan gaan praten via het protocol wat al op de markt is. Van nou, ik zit in Amsterdam, ik moet naar Londen toe. Ik mag tot 15 euro mag ik uitgeven. En dan gaan ze op zoek naar een vliegtuig, maakt niet uit welke maatschappij. Waarvan de vliegtuig eigenlijk zegt, ja, ik heb nog een gaatje over voor bagage. En ik wil wel 15 euro verdienen, dus kom maar aan boord. He, en dat soort ontwikkelingen waar de dingen, de assets, een eigen stem gaan krijgen. En nou, ik denk dat we daar bij Schiphol nog maar helemaal net aan het begin staan wat er ons allemaal gaat gebeuren. En nou, asset management leidt ons op die weg. En nou, in 2018 willen we daar een mooie stap vooruit hebben gemaakt. Maar dat zal natuurlijk ook steeds veel verder gaan. Nou, dat was eigenlijk de Internet of Things. Een andere waarvan we denken, dat was een hele belangrijke, en die heeft Floor ook al genoemd. En dat is data. En data, dat kan best een taai onderwerp zijn met datadefinities en uitwerken. Maar het is ook denk ik meteen een fantastisch voorbeeld. En misschien wel een van onze meest constante dingen die we leveren op Schiphol. En ik weet niet of jullie dat wel eens voor je eigen bedrijf hebben gedaan, maar technologie, dat verandert steeds. Dat wordt steeds anders. Hè. We hebben ook op Schiphol een proef gedaan met Google Glasses. Ja, dat is toch niet... de Google Glasses, je ziet ze niet in de praktijk. Mensen gebruiken ze niet, zijn ook gestopt met productie. Komt misschien wel weer terug. Maar technologie verandert altijd. Terwijl data en de datastromen die Schiphol levert, ja, die is eigenlijk best wel constant. Hè? En als je kijkt naar, nou, we bestaan nu 100 jaar, hoeveel die datastromen de afgelopen tijd veranderd zijn, dat is denk ik veel minder dan de technologie.
Ja, dus ik denk dat het een hele goede oefening is om voor je eigen bedrijf, en wij hebben dat voor Schiphol ook gedaan, is te kijken wat zijn nou de core datastromen, de primaire datastromen, die ik aan mijn ecosysteem, en Schiphol is een heel groot ecosysteem, die ik aan mijn ecosysteem geef. Hè, en hoe kunnen wij die data als ecosysteem, en bij Schiphol zijn dat de airlines, maar ook de ground handlers en alle partijen die op Schiphol werkzaamheden doen, hoe kunnen wij die data nou delen om met elkaar het optimale resultaat daaruit te halen? En, nou, als je nou kijkt naar de key datastromen op Schiphol, ja, ik ben natuurlijk hier natuurlijk bij mensen die allemaal geïnteresseerd zijn in de map. Dus ik denk dat dat de eerste key datastroom is die Schiphol levert. Dat is gewoon de kaart van Schiphol. En jullie hebben daar een hoop van kunnen zien. Maar dat is niet een makkelijke kaart. Dat is niet een Google-kaart die je twee keer per jaar opneemt met een camera. Dat is een kaart die elke dag verandert. Waar elke dag dingen op gebeurt. Terminal gaat open, gaat dicht, tijdelijk gesloten. Er worden winkels verbouwd. Die kaart die verandert elke dag. Dus één van de primaire datastromen die voor Schiphol heel belangrijk is, is informatie over die kaart. Hè? En nou, het werd net al even laten, hebben we dat laten zien. We gebruiken die kaart natuurlijk in de Schiphol-app. En ik kan daar natuurlijk een fantastisch verhaal over vertellen. Jullie hebben hem gezien en jullie moeten hem ook allemaal downloaden, die Schiphol-app. Het is een hartstikke gave app. We hebben nou, volgens mij bijna 5 of 6 miljoen downloads. Daarmee zijn we één van de grootste apps in Nederland. We worden ook nog steeds groter. We hebben natuurlijk nieuwe functionaliteiten, zoals in the wayfinding. Dus we kunnen alleen maar meer mensen naar ons toe trekken. Maar ja, ik had al even een vraag, een tweede vraag. Hoeveel mensen hier in de zaal van jullie gebruiken al de Schiphol-app? Wil jij vertellen? Ja, jij gaat nu toch je hand omhoog. Nou ja, jullie konden natuurlijk niet zien, maar dat is ongeveer 20%. En misschien nog geen eens. En ja, we staan hier nu voor een zaal met Nederlanders, dus ik hou mijn presentatie in het Nederlands. En maar stel dat hier nu een zaal met Chinezen had gezeten die op Schiphol overstappen. En ik had daar de vraag gesteld. Ja, je weet nog ineens dat wij Amsterdam, dat wij Schiphol Airport eten. Die denken dat ze op Amsterdam Airport zitten. En dus als ik daar dezelfde vraag had gesteld, was het antwoord misschien wel nul geweest. En ik weet niet wie van jullie gebruikt hier de KLM-app. Oké, okay, nou dat is niet zoveel. Dan gaan we iets omhoog. Hè. Dan gaat het bereik omhoog van 20. Nou, dan zitten we in één keer op 30-40%. Wie van jullie gebruikt de Google-app? Oké, okay, nou dat schiet ook niet op. Wat gebruiken jullie voor apps, jongens? Dus het punt van het verhaal, ik weet niet welke app jullie gebruiken, dat moet ik nog een keertje uitvinden. Maar het punt van het verhaal is, het is misschien, wie weet hier trouwens wat een API is? Wie weet hier niet wat een API is? Nou, dat kan echt niet. Dat is niet zoveel, maar dan hou ik hem heel kort voor jou. API, een API is een Application Program Interface. Dat is een hele slimme, goede interface, die eigenlijk de data die je wilt weergeven in je app, die data eigenlijk ter beschikking stelt aan de app die het vraagt. Dus wij hebben in de wayfinding in onze Schiphol-app hebben we die ingebracht. Maar eigenlijk de echte logica daaronder, het echte werk, zit voor een heel groot stuk in die API. De interface die informatie geeft. En nou, je ziet hem daar helemaal boven staan, de map. Dat is eigenlijk het bovenste stukje. Daar hebben we keihard aan gewerkt. Hebben we ook in onze app ingebouwd. Maar tegelijkertijd hebben we een hele goede API-interface ingebouwd. Zodat we die service in de wayfinding, zoals Martijn zo mooi liet zien, niet alleen ter beschikking kunnen stellen via onze eigen Schiphol-app, waarmee we 20% van de mensen bereiken. Trouwens, iedereen die het nog niet gedownload heeft, doen. Ja, leuke app, dus allemaal even gaan kijken voor in de wayfinding. Maar voor mensen die dat toch niet doen en eigenwijs zijn en andere apps gebruiken, maken we ook een API, zodat ook KLM, hè, voor de mensen die net de KLM-app gebruikten, functionaliteit, die data van ons, van in de wayfinding, met de kaart, dat die ook aan hun passagiers kunnen geven. En als er dan een Chinese passagier met China Airlines naar Schiphol reist en de app van de airline gebruikt, dat China Airlines in plaats van, dat is eigenlijk heel ouderwets, hè, dat zie je nog vaak, zo'n boekje, heb je zo'n boekje aan Holland Herald of zo heet het geloof ik, bij KLM, heb je dan in je vliegtuig en dan ga je in zo'n papieren kaartje, ga je kijken naar de luchthaven waar je naartoe vliegt. Het is natuurlijk heel ouderwets, hè? Je zou een kaartje willen inzoomen, je aanklikken, waar je wat kan gebruiken. En zo'n Chinees zit misschien 8 uur op Schiphol, die wil misschien even naar je hotel waar je een uur kan relaxen, dat zou je willen kunnen opzoeken, dat zou je willen kunnen boeken, kan nu allemaal niet. Het is allemaal nog zo'n papieren boekje. Je zou hem eigenlijk willen swipen, hè, als je naar een andere luchthaven gaat. Dat kan ook niet in zo'n boekje. Maar door die API te maken, waardoor China Airlines onze Indo-Wayfinding in hun app kan inbouwen, krijgt die Chinees in één keer in het Chinees keurig uitgelegd, nou, waar hij op Schiphol is, waar hij naartoe kan. En alle informatie die nodig heeft om zijn weg te vinden op Schiphol en een zo leuk mogelijke tijd te hebben, bijvoorbeeld ons museum wat we op Schiphol hebben, om die ook makkelijk en efficiënt te vinden.
Dus hele belangrijke datastroom, de in-the-wayfinding en eigenlijk de kaart, hè, waarvoor we hier bij elkaar zitten. Nou, een tweede belangrijke datastroom, die zien jullie rechts staan, dat zijn eigenlijk onze producten en diensten. Nou, het is natuurlijk belangrijk om te zorgen dat die passagier een goede tijd heeft. Dus waar zit ons museum wat we hebben? Waar zitten de leuke dingen voor de kinderen om te spelen, om je een wat meer relaxte reis te geven? Alle producten en services die je als passagier nodig wil hebben en snel wil kunnen vinden, die moet je aan de ene kant online zetten. Dat is best een hoop werk, hè? Zeker als je naar producten kijkt, al je producten, want je gaat naar Praag, je wil die deodorant en die stropdas en die appeltaart kopen. Waar vind ik die dan? Nou, dan moet je al die producten online zetten, weten waar ze zijn. En daar geldt ook weer, dat wil je één, via de Schiphol webshop natuurlijk duidelijk, of via een Schiphol website of app, wil je dat delen met de 20% van de mensen die onze app gebruiken. Maar juist daar is het ook weer heel belangrijk dat we die API delen met andere partijen, zodat als je iets wil kopen op Schiphol, wat niet alleen goed voor de passagier, maar ook voor ons als Schiphol en de aandeelhouder van Schiphol is, en dat zijn we eigenlijk ergens allemaal, is het heel belangrijk dat je dat soort informatie, die datastroom, van de producten en services die wij als bedrijf leveren, ook als API aan derde partijen, aan onze sectorpartijen, ter beschikking stelt. En die datastromen, als je ze bij elkaar optelt en je gaat ze met elkaar gebruiken, dan worden ze steeds sterker. He, want als je weet waar je bent op die kaart en je zoekt een product en die twee combineren, dan kan je ook de weg vinden naar dat product wat je wil hebben. En als je dat combineert met die data, met die derde datastroom, heel belangrijk op Schiphol is eigenlijk congestion, de buienradar. Hoe druk wordt het op Schiphol? Waar zijn de rijen? Hoe lang moet ik wachten? He, als ik door de security heen moet, moet ik echt ruim van tevoren vertrekken? Of kan ik eerder weg? Hele interessante informatie, ook zeker voor Schiphol en de mensen die op Schiphol werken. Een KLM wil heel graag weten van waar gaat de druk worden. Dus met name die voorspelling van de drukte, zodat ze hun mensen heel efficiënt kunnen inzetten. Want loop maar eens door op een airport, of loop maar eens rond. Wat je veel ziet, is je hebt mensen die heel hard aan het werk zijn om een rij weg te werken. En even verderop staan mensen die staan eigenlijk te wachten op de volgende rij. En als je die drukte nou perfect kunt voorspellen, waar we heel hard mee bezig zijn, dan kun je veel efficiënter je personeel inzetten. Dus ook daar zie je weer, we maken daar producten voor om te delen met onze eigen mensen, met onze eigen digitale middelen. Maar tegelijkertijd, heel belangrijk, de API, zodat we die drukteinformatie niet alleen voor onze eigen mensen, onze 2000 mensen die zelf op Schiphol werken, maar aan de, wat was het? Ik zag geloof ik 298 andere mensen die rondom Schiphol werken, ook ter beschikking kunnen stellen, zodat zij ook op de meest efficiënte wijze gebruik kunnen maken van die drukteinformatie. En hier geldt ook weer, als je deze datastromen met elkaar combineert, worden ze sterker. Want als wij die drukteinformatie, als wij die hebben, kunnen we ons personeel efficiënter inzetten. Maar we kunnen daar ook, en als je de stroom weer terug naar boven doordenkt, die drukteinformatie kunnen we ook met jullie, en met alle passagiers, kunnen we die delen. Zodat mensen tips gaan krijgen van kom iets later, want het wordt druk. Of kom iets eerder, want het wordt druk. Probeer de rijen te vermijden, zodat je eigenlijk buiten de rijen komt. En een tip geven is één ding. Maar als jullie die tip ook gaan opvolgen en alle passagiers die tips gaan opvolgen, en ons bereik is groot genoeg, dan worden we niet alleen voorspellend, maar gaan we eigenlijk de rijen een beetje regelen. Want die mensen gaan doen wat wij zeggen. Wij zeggen kom wat later, is er geen rij. En op die manier gaan we onze assets ook optimaal inzetten en komen we eigenlijk steeds meer in controle van ons hele systeem. Nou, dan de laatste datastroom en misschien wel de meest primaire datastroom van allemaal, die ook denk ik echt al wel 100 jaar leveren. Teletext is volgens mij nog geen 100 jaar oud, maar bestaat al wel heel lang. Vluchtinformatie natuurlijk, wanneer vertrekken de vluchten, wanneer komen ze aan, de vluchtinformatie die wij leveren. Ik denk dat een van de grote uitdagingen voor de toekomst, buiten het Internet of Things, pratende tassen, is met name ook datastromen. En hoe gaan we die datastromen, want dit lijkt heel makkelijk en misschien ook nog wel heel logisch, maar het delen van data met andere partijen, wat geef ik, wat krijg ik ervoor terug, is altijd heel complex. Maar om die luchthaven ook de best digital luchthaven van de wereld te maken, gaan we daar de komende tijd heel veel aandacht aan besteden. Nou, dat was mijn verhaal over API's. We hebben ook nog een demo over API's. We hebben trouwens ook een Schiphol API-platform wat we live gaan brengen. Dat is een platform wat voor een gedeelte open is voor alle partijen. Dus als er ontwikkelaars in de zaal zijn, kunnen ze dat in de toekomst gaan gebruiken. En dat zal voor een stukje speciaal voor sectorpartijen zijn. En nu hebben we nog een demo over API's. Het ging over Smart Airport, over een API. En er werd daar gezegd, open data helpt om de passagier
beleving te verbeteren. Dus ik dacht van, wat is er nou mooier om open data beschikbaar in ons platform als open data app, om die ook in te richten voor Schiphol. Zodat we bijvoorbeeld de data vanuit indoor wayfinding, maar ook andere toepassingen beschikbaar kunnen maken via open API's. Ik laat hier een voorbeeld zien van onze open data site, waarbij ik op zoek ga naar de point of interest die in indoor wayfinding zitten, zodat deze beschikbaar zijn ook voor andere applicaties en developers. Ik kies nu de dataset aan en ik zie gelijk de density van waar deze punten liggen. Ik krijg een overzicht van wat er in de dataset zit en ik heb de mogelijkheid om via open API's, API's die niet alleen zijn voor de geowereld, maar ook API's die juist toegankelijk zijn voor developers, om dat beschikbaar te maken. Een andere dimensie waar we over gesproken hebben is 3D. De wereld wordt steeds meer 3D, maar wat als we daar ook de dimensie tijd aan toevoegen? Ik heb hier weer een overzicht van de assets op Schiphol. En deze zijn weer via sensoren gekoppeld. En ik heb nu geen live feed, dus ik ga dat even naspelen. En dat betekent dat ik nu een scenario daarvan ga runnen. En wat ik zie in 3D is dat mijn assets, dat de status daarvan, in de kleuren veranderen. U ziet de lijntjes rood, blauw en groen, die de status van de asset weergeven. En zo, via 3D-informatie, krijg ik nog een beter operationeel picture van wat er op Schiphol aan de hand is. Dus zo combineer ik, Nico zei het al, data die steeds weer 3D wordt met de tijds, de events, informatie, om zo een beter operationeel beeld van de luchthaven te geven. Als laatste voorbeeld ga ik eigenlijk de API gebruiken van indoor wayfinding. Maar ik ga ook gebruik maken van informatie die aanwezig is via de wachttijden. Want ik ga data combineren. Ik heb hier een eigen indoor wayfinding app gemaakt, die gebruik maakt van de API en zo heb ik de functionaliteit beschikbaar. Ik kan hier de verdiepingen wisselen, zoals dat ook wat Martijn liet zien in de app terug te vinden was. Ik ga nu een route maken van Plaza, van verdieping hier. U kent wellicht de kubus die op Plaza te vinden is, naar verdieping 1, naar de C-pier. We zoomen even iets in. En ik klik dat, ik zet dat punt hier neer. Vervolgens genereer ik daarvan de routeinformatie. Wat er nu gebeurt in de app, zei ik van, ik wil naar die vlucht en die zit gekoppeld naar de gate. Ik prik hierbij de informatie, zodat die beschikbaar is. 2 punten, route gegenereerd, 9 minuten lopen. Ik zoom even in op verdieping 1, want we passeren hier onze security man. En nu zie ik net dat er tijd duurt om daar doorheen te gaan. Dus om de security te passeren duurt mij 15 minuten. Dus ik ga deze intelligentie in mijn netwerk koppelen en opnieuw deze netwerkroute uitvoeren. Ah, wat krijgen we nou? Ik krijg gewoon een andere route toegewezen die veel korter is, die intelligenter is, die zegt je kunt eigenlijk via een andere route veel beter lopen. We zorgen dan ook voor minder drukte bij de security en we komen sneller aan op onze gate dan gepland. Maar, leuk, er werden allerlei projecten uitgevoerd op Schiphol.
Er wordt verbouwd, er wordt vernieuwbouwd, er gebeuren storingen, incidenten spelen parten en dat kan ook mijn route beïnvloeden. Ik schakel nu over naar het systeem hier. En dat zien we ook gebeuren, hartstikke goed. We zien weer dezelfde informatie. Dezelfde kaart is hier beschikbaar. En we hebben hier dezelfde data waar we naar kijken. Alleen zien we hier een gebied geasseerd waar verbouwingen worden gedaan. Ik kan dit gebied selecteren. En ik kan dat kopiëren en ik plak dat, ik zie met scherm knipperen, ik plak dat in mijn barrièrelaag. Dus dat betekent dat nu iemand een gebied in mijn netwerk heeft verplaatst waar gebouwd wordt, waar verbouwd wordt, waar ik dus niet doorheen kan gaan. Dat betekent dat ik nu weer als passagier ga navigeren in mijn route-app. En we schakelen nu weer terug naar deze machine. Als ik nu naar de eerste verdieping ga, dan zie ik eigenlijk die informatie die ik net heb toegevoegd, ook op deze kaart dat die hier te vinden is. Wat ik nu weer ga doen, ik ga opnieuw mijn route uitvoeren. Hij wordt nu berekend en wat hij gaat doen is dat ik nu de route krijg, maar dat ik de 15 minuten moet accepteren, omdat ik daar door de security moet om naar de CP te gaan. Dus zo kan ik intelligentie van events, van informatie over wat er waar gebeurt, koppelen aan intelligentie om mij beter door het luchthavenproces te begeleiden. Ik heb u in deze demo laten zien hoe we met API's de boel smarter kunnen maken en ook deze intelligentie toevoegen aan derde applicaties, zodat we met elkaar een betere belevenis hebben op Schiphol. Terug naar Albert. Floor. Nou, we zijn wel aan het einde gekomen volgens mij, Albert. Dus, staat hier wel een groot bord, stop. Stop, ja. We hebben al 2 minuten nog wat recht op koffie. Ja. Nou ja, van 100 jaar geleden nu samen op weg naar een nog slimmere airport. Daar werken we heel hard aan. En nou ja, alles natuurlijk om uiteindelijk Europe's Before the Airport te blijven. En nou ja, wat natuurlijk echt vooral super cool is, is dat kroontje boven die O. Zien jullie dat? Dat wilde ik nog even. Dank jullie wel voor jullie aandacht.